Ik vond het vooral leuk omdat ik zoveel mensen heb gezien. Dat vind ik in deze corona echt een probleem. In de coronatijd echt een probleem. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik zit dagen zit ik te zoomen. En te webexen met de halve wereld hoor. Ik had vorige week nog een webex met allemaal Amerikanen. En ik zit er eigenlijk geen bal aan. Ik wil mensen zien en mensen spreken. We zouden pas naar een werkbezoek op Urk gaan met de burgemeester, een aantal ondernemers. Dat ging ook niet door, want de corona die spoelt daar ineens omhoog. Ze werden ineens al om zenuwachtig. Ik vond het geweldig fijn, en niet alleen dat je de bezoeker organiseert, maar juist met zoveel mensen. U hebt me wat verteld over jullie mooie project met die kinderen. En dat vind ik eigenlijk het leuke en het mooie van mijn werk ook, om met mensen te spreken en te horen wat er gebeurt. Dat is één. Twee, ik kom op veel bedrijven. Kleine bedrijven en hele grote bedrijven. En wat ik het mooie van jullie bedrijf vind is, ik heb hem gezien, jij bent een frontrunner. Ik zei net al tegen Leo, hè. Ik kom overal, ik spreek de halve wereld. Maar ik heb dit eigenlijk nog niet meegemaakt, dat ik een company zie die niet alleen business-wise bezig is, maar ook serieus bezig is met milieu, circulaire economie en daaromheen ook nog maatschappelijk verantwoord ondernemen doet met kinderen of met biodiversiteit of een imker. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Leo, we hadden even een plaatje daarnet. Ik ken dit niet. En dat vind ik bijzonder mooi om te zien en mee te maken. Dat jij dat hier ontwikkelt. En dat je daarmee een totale nieuwe dimensie toevoegt aan het ondernemerschap. Die ik in deze omvang en met deze scale nog niet eerder ben tegengekomen. Dat vind ik een absoluut compliment. Dus je zei net tegen mij, joh, ik wil wat meer duimpjes zien. Je ziet dus hier mijn duimpje. En dat is mijn derde punt. Ik zeg het, ik spreek de halve wereld. Ik kom overal. Ik had van de week nog een Zoom-gesprek met een van de Europese commissarissen. Die begonnen is met windmolenparken op zee. Dat is een Vicinus Sinkevicius, dat is een man uit Estland. En die is ook bezig met die hele circulaire economie. Ik ga dit concept dus wel links en rechts vertellen. Want ik geloof dat dit een moderne ondernemerschap is. Dit is ondernemerschap zoals het moet in deze tijd. Frontrunner zijn en op deze manier omgaan met mensen. Dat is nummer 1, maar ook 2, met het klimaat en de manier waarop ik... Ik zie nog steeds even die houten paal daar, op die lantaarnpaal. Daar zag ik net een vogeltje bij zitten. Nou, dat je dat combineert, dat vind ik top. En daarom vind ik het mooi dat ik zoveel mensen hier heb gezien. En Andries, compliment aan jou dat je dat georganiseerd hebt. Omdat je gezegend bent om dat te kunnen organiseren. Dan weet ik ook dat het in het bedrijfsleven kan er ook wel eens wat minder zijn. Dan heb je een tijd van tegenslag. Er kan gezeur zijn met overheden, maar het kan ook op allerlei andere manieren zo zijn. En als het regent en je hebt tegenslag, dan heb je een paraplu nodig. Dus ik heb hier een klein presentje, Andries. Ik geef je een duimpje en ik geef je 2 paraplu's. Dankjewel. Hartelijk dank. Ik wil nog wel iets zeggen in dezelfde lijn. Kijk, voor ons is Brussel en het Europees Parlement, denk ik, voordat ik hier voor de meeste mensen al spreek, nou best wel een. Wat wordt er besloten, wat wordt er gedaan. En het doet me meer dan leuk dat er mensen op die positie zitten. Dan gaat het niet over u als er in de mond ophaalt. Dat is inmiddels vannacht, dan hoort het daar niet zo over met. Maar het is dus wel zo dat wij nu ineens binnen handbereik krijgen dat we op Europees niveau hier iets van gevonden gaat worden. Want het grappige is natuurlijk, u bent voor logistiek gekomen kijken. Nou, u kent de uitdrukking wel, de helft is u nog niet aangezegd. Die kent u wel, hè? Nou, dat is zo. Ik denk nog geen kwart. Want alles wat u hier gezien hebt, er liggen ook namelijk businessplan onder, ligt planning onder, er ligt alles is voor elkaar, waarom een logistisch netwerk uit voor heel Nederland verhaal. Alle dingen wij doen, u heeft verteld met het dus. Ik vind het leuk dat we op deze manier, in de vorm van uw persoon, vanuit een Europese Commissie, Parlement, hoe je het ook noemt, ik heb niet, ben niet zo politiek georiënteerd, aandacht krijgen voor dingen die aan het doen bent. En uw vraag was een paar keer van, hoe komt dat toen je dat niet voor het voetlicht gebracht hebt? Om de simpele reden dat we er nog geen tijd voor hadden. In maart stond er nog niks, dit staat er niet.
Hij weet het goed verder gaat, maar wij hebben het gast erop. Mijn mensen staan klaar. Wij willen het verschil maken. Landelijk, in ieder geval Europees en eigenlijk op wereldniveau. Als u zich regelt wat al die keer is, voor het eind van het jaar elektrisch gehoord, dan zou ik het doen. Ja, die business case kan ik hier niet bieden, maar je hebt er wel een aantal sleur bij. Om het perspectief aan te geven, weet je, alles is logistiek. Zelfs onze energiestromen, onze bloedstroom, alles is logistiek. En als ergens niet klopt, dan lukt het nog wel dat, dan lukt het nog. Wij proberen die hele keten naar elkaar te komen. Mensen in Afrikaan, dat is maar tot en met productie uit het gewoon geld verdienen, dat kon gelukkig. Ook wat ik met de hele exercitie die we tegen hebben, kan niet zo zijn dat een ondernemer met dat gedeukte busje het tempo van de elektrificering aangeeft. Kijk, als die jongen geen businessmodel van doen in staat is om binnen 2 jaar, nu binnen 4 jaar zelfs, of 5 jaar, als je binnenkwam, in staat is mee te gaan met deze exercitie in een busje, dan is dat bepaalt mijn tempo. Ik vind het verkeerd. We kunnen niet 5 jaar even uitschuiven omdat iemand met een busje kan blijkbaar een businessmodel heeft gehad achterliggende jaren en moet hij nu niet de status in die busje houden. Dat kan niet. Ik kan daar niet doorheen worden. Dus dat ligt ook echt aanduiding voor de politiek om op die manier naartoe te kijken. Het kan niet zo zijn dat de markt begint. Eigenlijk de mensen, het gaat om de mensen. Het gaat niet eens om de markt. Of dat u meer naar een gedeukt busje rijdt, dat is mooi. Maar het gaat om de schone lucht die we met z'n allen inhouden. En voor wat we overal doen, kinderen en kleinkinderen, dat we die mogen hebben. Dat is klaar. Boven alles staat, tegen de groep, tegen de groep, en boven staat en dat. Kloppen naar een betere wereld. En we steunen de samenwerking. We gaan een goede afspraak maken, eerlijk zijn, in de kernmaat. Dat is de boodschap. En ik vind het een fantastisch goede weg. Ik ben blij dat u de tijd hebt genomen. Het is bijna 15:15. Ja. Ik heb nog heel koffieblas gekregen. Ik heb nog een hele koffie. Het is het regen, ga ik eronder lopen. En ja, wie weet dat ze soms gaan lukken. Ja. Ja.